De aanpassing van de government take behoort tot een pakket van maatregelen om de staatsfinanciën weer in balans te brengen. De staat kan met deze inkomsten onder andere de salarissen van ambtenaren, pensioenen, AOV en kosten aan de ziekenhuizen betalen. Aan het woord is Saskia Walden, minister van Economische Zaken. Ze is morgen te gast in het ATV-programma In Gesprek Met. Volgens haar zal met deze aanpassing een ieder die tankt een bijdrage leveren aan het opkrikken van de staatskas. De regering had eerder bekendgemaakt dat de aanpassing van de government take was aangehouden. De samenleving was dan ook verbaasd dat het zondag is verhoogd. Minister Walden zegt hierover dat er behoefte was aan meer informatie ten aanzien van de besteding van de aangepaste government take. Waarom is er voor een aanpassing nodig? Wat zal ongeveer de range zijn waarmee het bedrag waar het mee aangepast zal worden? En de minister van Financiën en ik hebben dus de ruimte genomen om ook meer met de media te praten, zodat ook de gemeenschap geïnformeerd is van één, er is een pakket van maatregelen en één aspect van dat pakket is government take. En government take is een aanpassing die we kortstondig kunnen implementeren en tegelijkertijd wanneer het pakket compleet is, kunnen we ook ervoor kiezen om dat aan te passen of terug te brengen. Walden zegt verder dat de government take een flexibele maatregel is die kortstondig uitgevoerd kan worden. De regering gaat dan na of het pakket binnen 3 tot 6 maanden uitgewerkt kan worden. Belangrijk voor de bewindsvrouw is dat de aanpassing van de government take geen prijsverhogingen tot gevolg zal hebben. Dat het moeilijk wordt om groenten. Dus agrariërs hebben daardoor wel een bepaalde vrijstelling voor een bepaald niveau. En dat is voornamelijk dat ondanks de government take is aangepast, mevrouw Bewit is. Hoe allemaal moet je jong? We zullen maar jong een boombigi voor de boto alle day of een boombigi pisteek alle day. En moest dit dat hoe allemaal moest man vinden we een pretty jong voor jou. En dus dat met een groente, vooral nu met corona, moet je gezond eten en dat groente betaalbaar blijft. Dus dat is in feite de redenering waarom de agrariërs een vrijstelling hebben gekregen. Dat was minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, met wie we hebben gesproken over de aanpassing van de government take.